Goedemiddag. Het is middag. Voor mij is het middag. Het is vandaag donderdag 4 januari. En ik ben er alweer met een nieuwe podcastaflevering. Uit mijn hoofd is het nummer 32. Ik heb het gecheckt, maar nu weet ik het nog even niet zeker. Maar goed, we gaan het straks zien. Ik had eerst een beetje het gevoel van, ik heb eigenlijk net die nieuwjaarsvlog online gezet. En het is nu alweer donderdag en ik moet alweer een podcast opnemen. Wil ik dat eigenlijk wel? En toen dacht ik, ja, dat wil ik wel. Ik heb eigenlijk altijd genoeg te vertellen. Eerst dacht ik van, ja, ik heb jullie alles pas laten zien. Maar ik heb niet alles laten zien natuurlijk. Ik heb alleen de dingen laten zien waar ik de laatste tijd mee bezig ben geweest. En ik dacht, het is misschien nu wel leuk om eens even een sokparade te doen. Ik heb zoveel sokken gebreid vorig jaar. Volgens mij, ik vergeet te zeggen, ik heb een kopje koffie natuurlijk. Even een slokkie. Het is warmpel droog buiten, ook dat. Iedereen is nu hier naar werk, dus ik kan rustig opnemen. Meestal doe ik het 's morgens, maar nu was iedereen 's middags weg. Dus ik dacht, laat ik het lekker vanmiddag doen. Ik heb heel veel sokken gebreid vorig jaar 2023. De planning was vorig jaar probeer elke maand minimaal 1 paar sokken. Het jaar daarvoor had ik uiteindelijk 14 paar sokken gebreid. Echt verrassend veel, dat had ik toen nooit gedacht. En ik ging ook helemaal niet proberen om daar dit jaar overheen te komen. Maar dat ging. Het liep gewoon zo. En uiteindelijk heb ik heb van de zomer een keer geteld in september. Toen had ik ze allemaal aan de waslijn hangen. Misschien heb je die foto gezien op Instagram. En vanaf dat moment heb ik er nog iets van 3 tot 5 paar bij gebreid. Ik weet het niet meer precies. Maar het zullen er rondom de 21, 22, misschien 23. Ik weet het niet helemaal precies. Maar meer dan 20 paar sokken gebreid in 1 jaar. En wat ik al zei, het was niet gepland. Het liep gewoon zo. Nu zul je denken, daar wil ze dit jaar overheen. Nou, dat is helemaal niet de bedoeling. Ik ga niet proberen om daar overheen te komen. Ik ga gewoon sokken breien als ik er zin in heb. En ik heb altijd een aantal sokken op de naalden staan, zoals jullie weten. Ik vind sokken breien superleuk. Ik heb er ook inmiddels heel veel. Ik heb er ook een aantal weggegeven. Want ja, je kan ze toch ook niet allemaal zelf houden. En we gaan zien dit jaar hoeveel sokken ik ga breien. Ik zag wel een hele leuke sokkenlang volgens mij. Ik weet even niet meer precies. Volgens mij Sunny Designs en nog iemand organiseert dat je dit jaar inderdaad minimaal 12 paar sokken gaat breien. Elke maand 1. Nou, dat lijkt mij een heel mooi streven. En dat gaat mij denk ik ook zeker wel lukken. Want ja, ik heb altijd wel zin om tussendoor een sok te breien. De afgelopen dagen tussen kerst en oud en nieuw had ik alleen nog maar zin om scrappy socks verder te breien. Dat heb ik ook gedaan. Soms heb ik er 3 dagen bij. Dan ga ik alleen maar sokken breien. En dan heb ik ineens weer geen zin om sokken te breien. En dan pak ik weer 2 dagen wat anders. En dat is ook helemaal prima. Dus Dus ik heb mijn eerste paar. Ik kan misschien beter beginnen met wat heb ik om. Ik heb mijn scrappy advent project klaar. Had ik al klaar. Ik heb hem geblokt. En ik heb hem om. En het is een mooie sjaal. Het is niet een te grote sjaal. Kijk, hij kan net zo om. Ik heb hem geblokt. Hij is wel wat gegroeid, maar niet volgens mij heel erg in de wijte. Meer een beetje, het is meer uit elkaar gegaan. Bij mij zie je de rand nog niet zo heel goed, want ik heb hem niet. Ik heb die gaatjes niet allemaal apart vastgepind, want ik had daar niet echt ruimte voor. Maar ja, dat zou je kunnen doen. Maar als ik hem zo om heb, dan denk ik, ja, het is een hele lekkere sjaal voor binnen. Niet te dik, niet te dun. En inderdaad, als je naar buiten gaat en je hebt geen zin aan zo'n dikke grote sjaal, is dit een perfecte sjaal. De Vira sjaal van Emba O'Brien. En ja, officieel hoort hij in 2 kleuren. Dus 1 hoofdkleur, 1 contrastkleur. En ik heb dan gekozen om dat met al die restjes te doen. Die ik kreeg, alle mooie adventballetjes die ik kreeg in de swap met Catharine. Daar ben ik super blij mee. Ik heb heel veel met die balletjes gedaan van Catharine. Ze zijn nu bijna helemaal op.
ik had natuurlijk al mijn scrappy socks voor mezelf gebreid. Die heb ik al de hele tijd aan. Ze zijn nog niet... Heb ik ze al gewassen? Nee, ik heb ze nog niet gewassen. Ik loop al de hele week op die sokken. Ja, afgewisseld met andere sokken. En nou, ik had een filmpje gedeeld. Ook op mijn gewone Instagram. Waar ik die sokken aan had. En toen reageerde mijn vriendin. Oh, wat een leuke sokken. En zij is heel gek van allerlei kleurtjes. Dus toen... zei ik heel spontaan, ja, vind je ze mooi? Nou, dan breek ik ze ook voor jou. Welke kleur heeft je voorkeur? Nou, maakt me niks uit, zeg. Ik vind alles mooi. Dus toen ben ik gelijk, toen ze dat zei, dat was volgens mij tweede kerstdag s'avonds, of derde kerstdag, ik weet niet meer precies. Toen dacht ik s'avonds gelijk, toen ik thuis kwam, oh, daar heb ik helemaal zin in, ik ga het nu gelijk opzetten. Want ik had nog genoeg van die bolletjes over. Dus als je het in swap doet met 10 bolletjes van 10 gram... En je gaat daar dus een aantal dingen mee. Ik heb dit dus mee gebreid. Ik heb mijn eigen sokken gebreid. En toen had ik nog steeds genoeg over voor nog een paar sokken. Dus die heb ik gelijk opgezet. Nou, wat ik zei, mijn vriendin is heel erg van alle kleuren. Dus zij vindt het helemaal fantastisch. Ik ook hoor. Maar goed, je hebt misschien niet altijd zin aan van die hele felle gekleurde scrappy socks. En toen ben ik gelijk begonnen. De eerste had ik best wel snel klaar. Als jullie me op Instagram volgen, heb je het ook gezien. Shadow Wrap Short Row Heel. Wel op pen 2,5. Dus we zijn iets wijder dan wat ik de laatste tijd gewend ben. Dit is eigenlijk de mooie kant. Kijk maar, dit is de kant met die juggler stripes. Soms ben ik dat vergeten. Helaas. Dus volgens mij ben ik dat hier dus vergeten. En... ja, die eerste was zo klaar. En ik ben wel de laatste tijd van gelijk dit boord opzetten van de tweede. Ik ben op het moment een beetje fan weer van boord naar teen. Omdat ik nu de Kitchener Stitch steeds beter onder de knie krijg. En door die Kitchener Stitch heb ik minder een hekel aan. Want anders moet je de sok omdraaien terwijl er nog naalden in zitten. Zo heb ik het dus geleerd. En nu ga ik ze gewoon Kitchener Stitchen en is het klaar. Dus... ik ben wel weer bezig met van boord naar teen. Hier heb ik nog wel de Shadow Wrap Short Row Heel gedaan. Want dat vind ik gewoon heel makkelijk. Dan hoef je eigenlijk, kun je gewoon doorbreien. Je hoeft niet steken op te nemen. Nou kan ik dat wel, vind ik ook helemaal niet moeilijk. Maar ik heb een beetje, ik vind de spier altijd zo lang duren. En hier is het gewoon, als deze klaar is, dan kan je gewoon weer verder recht doorbreien. Nou, dat is gewoon een beetje waar ik zin in heb. De pasvorm is eigenlijk wel... bij mij is de Hollandse heel beter. Zit nog mooier. Maar ik vind dit ook, is ook prima. Dus die had ik vrij snel klaar. Nou, de tweede sok wilde ik wel proberen met dezelfde bolletjes op dezelfde volgorde. Maar ja, zoals je ziet zijn sommige bolletjes het verloop is anders. Hier heb ik die en die per ongeluk omgedraaid. Die zit daar en die zit daar. Maar ja, dat maakt niet uit. Dit is wel hetzelfde bolletje, alleen dat is een ander kleurverloop. Nou ja, goed, het is bijna matchy matchy, alleen de tenen had ik had deze niet meer, dus ik heb gewoon een ander bolletje gepakt. En ik ga ze binnenkort aan mijn vriendin geven, want ik heb haar al een appje gestuurd dat ze klaar waren. Alleen ik dacht, ik wil ze nog even aan jullie laten zien. Dus dit is mijn eerste paar sokken die ik klaar heb in 2024. Maar ik zeg er wel bij, ik was er al een week van tevoren mee begonnen, dus... ja, het was een beetje op de valreep. Ik probeerde het af te krijgen in 2023 en dat is niet gelukt. Vandaar dat dit het eerste paar sokken is wat ik klaar heb in 2024. Dus dat was mijn eerste paar sokken. Ja, en toen dacht ik van ja, wat ga ik vandaag allemaal aan jullie laten zien? Ik probeer altijd voor mezelf maximaal in fingering weight yarn, dus sokkendikte 4 ply... ja, minimaal 2 tot 3 paar sokken op de naalden te hebben. En ik mag er dan altijd nog wel 1 of 2 paar van met dikkere sokken wel bij hebben. Maar, ik heb heel erg het gevoel, daar heb ik al vanaf na de advent. Ik wil eerst dingen afmaken. Ik heb nog steeds niet het gevoel van ik wil weer een nieuw project opzetten. Want ik heb echt nog zoveel dingen die ik... leuk vind, waar ik mee bezig ben. Maar als ik zoveel dingen op de naald heb staan, dan komt het gewoon niet af. Dus ik heb bedacht, ik ga de maand januari niets nieuws opzetten. Ja, dat is best wel heel moeilijk.
En ik ga afmaken, zoveel mogelijk afmaken waar ik mee bezig ben. Ik wil niet zeggen dat ik eind januari alles af moet hebben van mezelf, maar toch gewoon een heel groot gedeelte. En elke keer denk ik dat ik dan maar 2 of 3 paar sokken op de naalden heb, maar ik had veel meer. Dus ik ga jullie eerst laten zien welke sokken ik allemaal op dit moment op de naalden heb. En die ga ik allemaal afbreien in januari, zoveel mogelijk, tot en met 30 januari. En dan ga ik daarna wel zien of ik dan weer nieuwe opzet of hoe ver ik erbij ben. En ik heb wel een idee voor iets nieuws, ga ik straks vertellen, maar ik mag het echt niet van mezelf opzetten. De maand januari staat voor mij in het teken van dingen afmaken die al op de naalden staan, dingen gebruiken die je al hebt, dus ook wolletjes. Geen nieuwe patronen kopen, dat mag ik ook absoluut niet van mezelf. Ik geef mezelf een maand de tijd. En nou, eigenlijk gewoon niks kopen. Alleen maar een beetje opruimen. Opruimen, nieuwe dingen afmaken. En daar word ik op het moment het gelukkigst van. Dus ik ben daar ook echt heel lekker mee bezig. En ik heb elke dag een soort van breiopdrachtje. De ene dag ga ik aan die deken breien en de andere dag aan die. En op het moment gaat het lekker. Dan maak ik een soort van klein planningje. En dan probeer ik me ook die dag gewoon daarmee bezig te houden. Dus niet te denken, oh ja, ik moet dit ook nog doen en ik wil dat ook nog doen. Nee, vandaag staat bijvoorbeeld in het teken van sjaals breien, ik noem maar wat. Ik vergeet 1 dingetje. Die heb ik hier wel liggen, maar dat laat ik zo zien. Ik denk wel dat het een beetje een lange aflevering gaat worden, want ik heb natuurlijk veel te vertellen. En ik heb geen zin om haastig te doen, dus dat ga ik ook niet doen. Maar goed, we gaan beginnen met de sokken. Ik dacht dus, ik ga afmaken wat ik op de pennen heb. Nou, daar ben ik ook goed mee bezig. Maar elke keer kijk ik weer in een tasje en denk, oh shit, die heb ik ook nog op de pennen. Deze Habs Melody sok, die heb ik in oktober opgezet. Hele mooie wol. Echt van opaal, heel stevig. Ik vind wel opvallend hoe fijn deze breidt. Hoe mooi. Ja, je hoeft eigenlijk heel weinig te doen. Het gaat gewoon vanzelf, lijkt wel. Heel gelijkmatig. Ik brei die op 2,25. Mijn nieuwe, ja, dat is toch wel, voor, ja, 2,5 kan ook, maar 2,25 vind ik toch echt wel op het moment het fijnst. En ik zie dat ik de ballband niet bij de hand heb, maar het is een opal Habs Melody. Dus ik had deze meegenomen, oudjaarsdag naar mijn vader. En die heb ik lekker daar afgemaakt, Kitchener Stitch, de teen dicht gemaakt en ja, hij past perfect. Oh, deze zit heel een beetje, ja, toch negative ease. Dat is toch wel heel fijn. En ja, eigenlijk kan ik niet wachten tot de tweede af is. Dus ik heb gelijk op dat moment het bordje gemaakt van de tweede. En nu hoef ik alleen maar een stukje weer rechtdoor. Dus dit kan makkelijk ook mee onderweg. Omdat dit eerst weer een heel lang eind. Volgens mij heb ik hier 15 centimeter gedaan. Ik heb de centimeter in het tasje zitten. En dan meten we dat gewoon. Dus deze is een actieve brei. Heb ik even in mijn, ja, dit zijn toch ook wel mijn favoriete tasjes. Die middelmaat. Nee, dat is de kleine maat volgens mij. Van Birdie & Poppet. Deze had ik in april met Pasen gekocht. Maar ja, ik dacht nu, ach, het is bijna, we gaan weer richting het voorjaar. Dus deze gaan we lekker gebruiken. Daar zit hij dus in. En dit tasje heb ik ooit van Linda gekregen van Wol Hobby. Zit mijn tapestry needle in. Die had ik ook nodig van de week toen ik naar mijn vadertje ging. En nou, daar zit hij in dus. Dus dat is mijn eerste sokproject. Ik weet niet of ik het tel bijhoud zo meteen. Dat straks weet ik natuurlijk weer niet. Maar goed, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Ik had weer meer op de pennen staan dan dat ik dacht. Dan hebben we het tweede tasje. Weer hetzelfde model. Dit is mijn herfsttasje, dit is mijn voorjaarstasje. Ja, ik vind het zulke fijne tasjes. Oh, ik heb nog geprobeerd om een met kerst, maar die waren allemaal al uitverkocht. Ik was te laat. Nou heb ik een andere gekregen van mijn kind voor kerst, maar die zijn nog steeds niet binnen. Ik heb nog voor allebei de kinderen heb ik een project bag besteld via Etsy. De oudste heeft het zelf besteld en de jongste heb ik het samen mee besteld, maar die zijn allebei nog niet binnen. Als het goed is komt er één vandaag. Ik ben heel benieuwd. Want ik dacht, ja, ik heb wel heel veel van die leuke tasjes, maar niet deze modellen in kerst. En ja, met kerst heb ik toch ook wel vaak meerdere sokken op de pennen. Oh ja, nee, ik ga het hele jaar door kerstsokken ook breien erbij.
Dus dan mag het dan ook wel het hele jaar in een kersttasje zitten, vond ik zelf. Nou, deze is dus ook een meeneemproject. Even kijken welke zit erin op het moment. Oh ja, ik heb even geruild van tasjes. Deze brei ik wel op 2,5. Deze gave bol had ik gekocht via ons scharenschuurtje. Een streng was dat. Van een Homespun House. Ja, is al een tijd geleden hoor. Deze van een Homespun House. En het is Ivor. Ivor, ik heet Yvonne, ze noemen mij heel vaak Ijf. Dus Ivor is de Ijfsok. Ijf, dat was mijn bijnaam op school. Mijn zus noemt mij nog steeds Ijf. Dus als jullie nog een leuke naam, nog meer van me willen dan te leuk, ik heet ook Ijf. Kijk, deze ben ik, zie je, daar hangt dat leuke kerstmannetje aan. Ben ik begonnen en ben ik ook wel mee bezig. Het is nu volgens mij op het punt om de hiel erin te gaan breien. En ik ga hier wel weer de Hollandse hiel doen. Maar dit is, hier zit merino bij in. Dat voel je, ik zal even kijken hoor. 80% merino en 15% nylon en 20% stellina. Dat zijn die glitters. Het, is wel, het voelt wel weer wat losser. Omdat de merino is, het wel, is wat zacht, is heel super zacht. Maar deze ga ik zeker in de komende tijd verder mee breien. Afmaken, weet ik niet. Ga ik wel proberen. Ik hoop dat deze wel eind januari af zijn. Maar ik vind ze gewoon hele mooie. Kunnen jullie het goed zien? Het is hier niet te donker, toch? Nee. Ik zit weer bij het raam. Dus dat is sok nummer 2. En die doe ik op 2,5. Omdat ik al die andere naaldjes bezet had. Ja, dat heb je dan, hè? Als je ze zoveel op de naalden hebt. Hé, hey, Poekie, schrik ervan. Zit je te kletsen met mij? Ja, je ligt daar heel lekker op bed. Poekie slaapt tegenwoordig naast mij, hè, op bed. Ze heeft een eigen bed. Ja, miau, miau. Nou, en dan. Oh ja, dan hebben we nog een langdurig sok. Die ga ik ook even laten zien. Die heb ik verhuisd, inderdaad. In het tasje, leuke tasje, wat ik van Liane heb gekregen. Heel, ja, vorig jaar al. De projectbuidel. En daar zitten ook de sokken in. De wol die ik toen kreeg van Liane. Toen wij een dagje samen gingen breien. Oplet dat ik niet van mijn naalden schiet. Want deze zitten op die korte naaldjes, die lieke naaldjes. En ja, dit is de langzame sok. Dat heb ik al vaker laten zien. Hele zachte wol. Eigenlijk ben ik ook wel heel benieuwd hoe dit gaat dragen. Maar ik had toen een hele lange boord gebreid, 19 centimeter. Of een lang been. Nou, dat moet ik hier natuurlijk ook weer doen. Dit zijn net van die schaatsers, die over het ijs gaan. Zie je dat? Dus dit is mijn langzame sok, maar ook die wil ik wel graag een keer afmaken. Maar ik vind die naaldjes, die breien heel fijn, alleen die zijn veel te kort. Dus die prikken dan heel de tijd in mijn hand en dat is een beetje minder. Nou, dit heb ik al vaker laten zien, dus online sok, super sok, voorvacht. Hele lekkere zachte wol, zit viscose erbij door. Dus dat is sok nummer 3. Ik ga niet zeggen dat ik deze in januari af ga maken, want dit mag. Dit is de langzame sok. En die zit dus in het leuke projectbuideltje van Liana van Steekjes en zo. Leuk, hè? Zij maakt ook tasjes. Ja, ik heb heel veel tasjes, maar ja, ik rouleer er ook steeds mee. Ik gebruik ze ook echt heel veel. Dan heb ik in mijn eigen gemaakte buideltje. Tadaa. Heb ik de tweede sok. Oh ja, dat is wel leuk. Hé, Poekie, wil je even in beeld? Kom maar. Nee, dat kan niet. Dat lukt niet. De tweede sok van de bruine, van de Novita Kajastus heet die volgens mij, met een hele lange boord. Ik moet wel eerlijk zeggen, het staat superleuk. Dit breidt natuurlijk, ik hou niet zo van 2x2 ribbreien. Ik ben altijd blij dat die boord klaar is, 5 centimeter of 4, en dan gauw verder met de gewone steek. Maar ik moet zeggen dat dit heel leuk aan je voet staat. Ik heb hem wel een keer gedeeld in mijn stories volgens mij. En ik heb de bol in tweeën verdeeld. Die had ik gekocht. Ik dacht, ik verdeel hem in tweeën. Dat heeft dat Bien voor mij gedaan toen ik bij haar was in november. Kijk, dat is net zo'n... hallo. En toen dacht ik... daarom begon ik bij de teen. Op pen 3,5. En toen dacht ik, dat breng ik net zo lang door tot hij op is. Maar ik had niet gedacht dat hij zo lang zou worden. Dus eigenlijk heel verrassend, maar ook heel leuk. Leuk bij mijn bruine bloesje. Die moet er ook af.
Dus die heb ik wel opgezet van de week. Ik dacht, laat ik maar zorgen dat die teen op de naalden staat. Want dan pak je hem ook sneller. En dan brei je er sneller mee door. En dan is die misschien ook eind januari klaar. Oh, ik heb wel heel veel opdrachten, jongens. Deze is het Novita Kajastus. En ja, ik vind het wel een leuke bol. Valt mij niet tegen. Ja, dus ik kan eigenlijk niet wachten om dit te... Dit vind ik wel echt van die home socks. Van die slobber sokken noemde ik het. Maar joh, ik vind het helemaal leuk. Dus dat is nummer 4 volgens mij. Heb ik dan goed geteld? Ja, dat is tot nu toe nummer 4. Dat is dus mijn dikke sokkenwol. Pen 3,5. Dat breidt gewoon ook wat sneller. Dan heb ik... Oh, ik ben er nog even vergeten. Nee, dat pak ik lekker straks misschien wel. Hé, Fokkie? Ja, ook helemaal leuk. Dan heb ik mijn paarse scrappy sok. Volgens mij heb ik die pas laten zien, hè? In de laatste... Tadaa! Volgens mij had ik hem toen al af. Ik weet het niet meer. Ik heb ze niet, even niet op de blokken. Ja, dat kan ik wel even doen, want er zit deze op. Wat ik van deze ook weer vind... Echt hoor, het is wel een groot verschil. Pen 2.25. En ik heb de heel gebruikt van de Scrappy Sock van Steven West. Die heeft een gratis patroon met DK Socks. En daar heb ik hem uitgehaald. En deze zit perfect. Ja, dit heb ik echt in kleurgroepjes. Dan kies ik, heb ik alle... Alles in één tasje gedaan en dan kies ik echt een beetje ja, wat ik mooi vind. En ik vind hem heel leuk geworden. Dus ik moet ook eigenlijk nodig verder met de tweede. Inmiddels heb ik de tweede, oh ja, die zit in mijn Cozy Girls bag, sock bag. De tweede heb ik natuurlijk ook opgezet. Ben ik, ook, ik heb oudjaarsavond, was ik lekker alleen. Ja, dat vind ik helemaal niet erg. En heb ik heel veel aan die sokken gebreid. Ja, en toen verzon ik ook nog een ander werkje, maar dat laat ik zo wel zien. Maar goed, deze is ook opgezet en die probeer ik ook wel een beetje hetzelfde te doen als zijn voorganger. Beetje matchy-matchy. Sommige, ja, de tweede kleur lukt al niet, want die had ik al niet meer, maar wel een beetje, ja, dezelfde. Ja, ik vind nu op het moment, kijk, deze zijn natuurlijk alle kleuren ook helemaal leuk. Maar ik vind op het moment ook heel leuk om die scrappy sock in kleurgroepjes te doen. Dus ik ben nu allemaal bolletjes aan het verzamelen met groen. En dan heb ik gewoon elke keer een scrappy sok in kleurgroepjes op de pen. Dus dat is zakkennummer volgens mij uit mijn hoofd 5. Ja, en al die scraps heb ik in een tasje. Die ligt hier nu niet. Maar dan pak ik elke keer weer een kleur. Ja, en ik hou nu deze erbij. Denk, oh ja, nou, ik ben nu aan die aan het breien. En dan is die aan de beurt. En dan die en die. Nou, enzovoort. Dus dit is ook een hele leuke. Ja, erg mooi sokje. 2.25, 64 steken. Dat is wat ik doe. Nou, toen dacht ik net van... Oh, dat zijn alle sokken die ik op mijn naalden heb staan. Nee, dus. Toen dacht ik, oh ja, nee, dat is ook zo. Dan ben ik... En toen vond ik ook weer mijn naaldjes terug. Want ik dacht, heel te veel heb ik toch weinig 2.25 naaldjes... Ik had deze natuurlijk in de kringloopwinkel gevonden. Kijk, daar hang ik zelf aan. Deze leuke steekmarkeren. Van Bien gekregen. Ik vond een hele dikke bol. Glitterwol. Volgens mij is het gewoon een... Het is een sokkenwol. En daar ben ik toen heel spontaan mee begonnen. Maar dit breidt wel heel lekker. Maar het breidt natuurlijk... Er zit geen streep effect in. Dus op een gegeven moment is het wel een beetje saai. Je hebt geen... Je denkt niet... Oh ja, een volgende streep. Dat vind ik met dat voorgestreept gaan altijd zo leuk. Maar goed, wel een heel leukert. En die gaan we ook zeker afmaken. Dus ja, ik ga deze dan maar bombarderen als mijn kerstsok van deze maand. Ik wil proberen, niet elke maand, want dat is denk ik te veel gevraagd, om één keer per twee maanden ook een kerstsokkenwol op te zetten. Nou, deze had ik dus al opgezet. Dus ik heb niks nieuws opgezet nog. Deze had ik al op de pennen staan. Dus ik denk, nou, dan is dit mijn eerste kerstsokkenwol voor dit jaar. Ja, glittersokken, helemaal leuk. Wederom 64 steken, naald 2.25.
Die woont nog in het kersttasje die ik zelf gemaakt vorig jaar van een oude, niet van een oude theedoek, van theedoeken die ik in Denemarken had gekocht. Dus daar woont mijn kerstsok in. Nou, toen dacht ik weer dat ik alle sokken had gehad. Nee, dus ik dacht, oh god, ja, dat is ook zo. Want dit is ook zo'n leuk tasje dat ik zelf gemaakt. Dit is een dodgy bag, echt scrappy, met allemaal stukjes stof. Allemaal leuke stukjes. En ik heb ook, vorig jaar heb ik sokken gebreid op pen 2. Ik moet ook zeggen dat die heel goed zitten. Heel, heel mooi strak, heel veel aangehad. En deze had ik ook nog op de pennen staan. Dit is, even kijken hoor. Ja, sorry, duurt hem. Neem zo, dan zie je het iets beter. Dit is Lana Grossa. Mijlenwijd. Niet elke deur. Zo vaak dat ik dan de pen eruit, per ongeluk eruit trek. Kijk. Ja. Dit zijn echt een beetje winterse donkere kleuren. Dat is helemaal leuk. Op pen 2 dus. Veel dunner. Ik vind het ook wel heel stiekem heel fijn breien. Alleen het gaat wat langzamer natuurlijk. Want dit is gewoon heel stevig. En dit is Lana Grossa Mijlenwijd Chalet. Die had ik gekocht bij de breifiets. Ja, van het voorjaar al een keer. Ik weet niet meer precies. Kijk, maar er hangt nog een Halloween dingetje aan. Omdat ik die volgens mij in oktober heb opgezet. Nee. September al. Want ik heb hem meegehad toen ik bij Rut op visite was. Maar goed, die bestond ook nog. Daar berei ik ook af en toe aan. En ja, vroeg of laat komen alle sokken wel af. Dat is natuurlijk wel zo. Maar ja, dus een nieuwe cast on heb ik niet nodig op het moment. Dit is allemaal heel leuk bedacht van de New Year's cast on en de Christmas Eve cast on. Maar ja, ik heb dat niet nodig, vind ik zelf. Ik heb genoeg op de pennen. Dus dat doen we ook niet. Ik probeer me op het moment, dat heb ik wel een beetje last van. Of last, ik denk dat iedereen er wel een soort van een beetje last van heeft. Ik probeer niet te veel. Ik kijk natuurlijk wel op Instagram en ik kijk heel veel vlogjes. Maar ik probeer toch bij mezelf te blijven. En te denken, nee, heel leuk wat zij maken. Misschien ga je dat ooit ook maken. Maar op dit moment ga ik even verder met mijn eigen dingen. Want je wordt zo beïnvloed steeds. Met alles wat je kunt kopen en wat je kunt opzetten. En, en dan komt er weer een nieuw patroon uit. En heeft die weer een nieuw patroon. En ja, ik heb ook een patroon gekregen van Ineke. Van Luna Sternit. Had ik in januari mee willen beginnen. Maar dat ga ik nog niet doen. Want ik moet gewoon eerst dingen afmaken. Dus wel een beetje teleurstellend misschien. Voor Ineke. Ja, ik ga hem zeker breien. Maar nu nog even niet. Want ik wil gewoon eerst een aantal sokken afmaken. En geen nieuwe dingen starten. Dus dat zijn volgens mij mijn sokken. En dan heb ik ook nog de sok. Misschien moet ik hem even pakken, dat is wat duidelijker. Ja, daar ben ik weer. Kijk, dat zit in dit tasje. Deze heb ik vorig jaar in Londen gekocht. Deze project bag. En ik moet zeggen, ik gebruik hem heel weinig. Ik vind het ook niet zo handig. Dit is wel leuk. Al die leuke pins. Maar dat is eigenlijk helemaal niet handig in je tas. Want er blijft de hele tijd de wol achter zit en dus ritje gewoon. Hoe dan? Nee, ga niet zo soepel. Misschien moet ik hem juist vaker gebruiken. Ja, deze moet ik ook nog breien. De eerste is af van het restje van die dikke sokkenwol. Die ik voor de vriendin van mijn zoon had gebreid. Dus kijk, één kort sokje heb ik af. Deze bol wat ik over had, had ik ook in tweeën verdeeld. En ja, hij past perfect. Maar die ga ik dan wel van tweeën naar boord doen. Want omdat ik dan precies weet hoeveel ik. Daar heb ik ook geen restjes daar meer van. Dus die ligt er ook nog te wachten. Maar ja, als dit eenmaal is opgezet, dan kan ik dat een halve dag afbreien. Dus zo heel erg is dat niet. Maar ja, die moet ook nog. Dus deze tas is heel leuk. Ik moet misschien die dingen eraf halen en dan toch vaker gaan gebruiken. Het is wel een hele leuke tas, maar ik heb natuurlijk ook best veel tasjes. Ja, nou dat was het. Nou, dat was het wel voor de sokken. Ik, wat ik zeg. Hoeveel heb ik er nou op de pen? Oh, de postbode komt met het pakketje. Wacht even. Nou, helaas. Nog niet. Ik kreeg 3 dagen geleden al bericht.
dat het onderweg is namen. U krijgt post, het pakketje van Etsy, dus van Engeland. Nog niet, ze me hield het over te verheugen. Oh ja, nou, waar was ik gebleven? Oh ja, dus dat was het voor nu voor de sokken. Ja, mijn plan was, maar dat ga ik dus pas later doen, is dat ik, denk ik, een aantal sokkenbollen die ik heel leuk vind, waar ik heel de tijd al het gevoel van heb, ook heb zin om daarmee te breien, dat ik die allemaal nummertjes ga geven. Ik heb natuurlijk die dobbelsteen met 1 tot en met, hoeveel, 27 of zo, hoeveel kanten, of 20. Denk, als ik nou die bollen allemaal nummer van 1 tot en met 20, en dan gooi ik straks, hè, als ik een nieuwe ga opzetten, dan gooi ik met de dobbelsteen en dan welk nummer eruit komt, ga ik die sok breien. Nou, dat vond ik wel een goed idee. Want ik kan niet kiezen. Ik heb zoveel leuke bollen, die daar allemaal onder andere daar in het vak liggen. En dan denk ik, oké, okay, waar zou ik mee beginnen? Maar ik moet deze maand dus niet, mag ik niks opzetten, maar in februari, dan denk ik, ja, waar zou ik dan mee beginnen? Dus ik ga ze nummeren. Ik ga even kijken hoeveel kanten die dobbelsteen ook alweer heeft. Volgens mij 20. Ga ik gewoon alle leuke ballen op een rij leggen. Misschien laat ik dat de volgende podcast zien. En dan doe ik gewoon met zo'n post-it erop. En dan ga ik gooien met de dobbelsteen. En dan ga ik die breien. Dat is wat ik wil gaan doen. Want anders kan ik niet kiezen. Want ik denk elke keer, oh die vind ik leuk. Oh, maar die vind ik ook heel leuk. Oh, maar die is ook heel leuk. Nou, ik ga dus... Ik ga dus inderdaad niks kopen. Wol, patronen. Nou, kringloop, zeg, dat ga ik niet zeggen, want dat is altijd te leuk. Maar ik ga dus de hele maand, wil ik dat niet doen. Alleen 30 januari gaat Yvonne naar Londen. Dat heb ik al heel lang geleden afgesproken. En in Londen mag ik natuurlijk wel, de volgende dag is het 31 januari. Ja, dan is het eind van de maand. Daar ga ik natuurlijk wel West Yorkshire spinners wol kopen. Dat lijkt me logisch. Dus daar gaan we ons op verheugen. Maar tot die tijd gaan we heel veel dingen afmaken. Hé, Poekie. Zit je lekker? Jammer dat jullie dat niet kunnen zien. Zit die van het toch te kletsen, hè? Ja, nou, en toen... had ik... op oudjaarsavond nog... Ja, dat was dus in het oude jaar nog. Dus het mocht lekker nog. Heb ik nog snel iets bedacht. Ja, weet niet waarom ik dat dan ineens bedenk. Ik zie dat dan bij anderen. Denk 100 jaar, ik hoef dat niet, ik hoef dat niet. En toen dacht ik ineens, ik heb ook zin om dat te breien. Dat was natuurlijk de Hot Water Bottle cover. Ik had bedacht dat ik dat vandaag leuk wel af zou hebben, maar gisteren had ik ineens helemaal geen zin om hier aan te breien. Ik dacht, ik ga lekker met mijn sjaals verder, dat laat ik zo meteen zien. Ik heb er 1 af, ik brei hem in 2 delen. Gratis patroon op Ravelry. Misschien link ik hem hieronder als ik er aan denk. En ik ben wel met de tweede gestart. Heel fanatiek. Ik ging heel fanatiek brei. En toen ineens had ik geen zin meer. Ik vond die blauwe toch niet zo heel mooi. Dus ik heb die blauwe in deze kant vervangen voor een paarse. Ach, dit breidt super snel. Ik hoef nu alleen nog maar dit te doen en dan de boord. Want die gaan natuurlijk dan omslaan. Het is net een Cindy truitje in het groot. God ja, het is net zo'n Cindy truitje. Zo brei ik op mijn Cindy truitjes. Ook met die minderingen bovenaan. Onderaan begin je ook met wat meerderingen. Je begint met zoveel steken. Meerderen. En dan gewoon recht. Nee, en dan ga ik hem leuk aan elkaar naaien. En dan gaat mijn hot water bottle erin. En dan kijk ik er waarschijnlijk nooit meer naar om. Nee, dan leg ik hem wel leuk op mijn bed. Ik denk dat dat wel leuk is. Dat ding ligt daar nu ook op mijn bed. En dat ik dan af en toe lekker heet water erin doe. En dan... Dus dat was mijn... om oudjaarsavond nog even snel bedacht. Daarom heb ik op een gegeven moment ook niet meer aan de sokken gebreid. Wat heb ik ineens wat nieuws in mijn kop, in mijn hoofd, sorry. Dit leeft in dit leuke mandje, had ik al eerder laten zien. Dus dat was 1. En ik had nog vorig jaar in het oude jaar nog op de valreep een... dat liet ik jullie ook nog zien maandag. Deze leuke kabelhoofdband opgezet. En het gaat dan helemaal goed. En toen had ik even het weggelegd. En dan begin ik weer opnieuw met het patroon en dan heb ik een fout. Ik heb hier een dubbele, zie je dat? Dubbele kabel. Nou, ik dat helemaal weer uitgehaald. Weer opnieuw gedaan, heb ik het weer fout. En toen dacht ik, ja, sorry, dan zit hier maar een dubbele kabel. Maar ik weet daar niet meer waar ik ben gebleven. Dus nu weet ik wel waar ik ben gebleven. Ik heb nu heel duidelijk in mijn Knit Companion die gele streep gezet. En ik denk dat ik nog een keer zo lang moet.
Deze moeten nooit te wijd zijn, want anders glijdt het van je, zo van je hoofd en dan heb je het voor je ogen. Dus dit moet wat strakker worden. Ja, heel leuk patroontje, maar ik vind het niet echt heel leuk om aan te breien of zo. Ja, dat eerste stuk, dan heb ik er geen zin meer in, dan stop ik er weer mee. Maar ja, ook geen haast mee. Maar goed, volgende week wordt het wel heel koud. En hoofdbanden zijn toch wel echt heel erg fijn voor je oren. Deze had ik wel gelinkt volgens mij in de vorige januari vlog. Maar ik zal hem nog een keer linken. Gratis patroon. Ik weet de naam even niet. Ja, dus is ook zo'n tussendoorwerkje. Ja, wat ik zeg, blauw is niet echt mijn kleur. Maar dit is wel een kleur die voor zo'n hoofdband prima kan, vind ik. En het is ook wel... Nee, ik heb groene ogen, dan valt het een beetje tegen. Maar het is gewoon handig. Handig onderweg, handig werkje. Maar je moet hier, ondanks dat het, toch elke keer weer opletten met, oh ja, welke moet ik nu doen? Hoeveel moet ik nou eerst knitten dan de cable front, cable back? Ja, het is niet een mindless knit, vind ik dit niet. Wel makkelijk, maar niet mindless. Dus die moet ook nog een keer af. Hopelijk in januari. Nou, toen... Oh ja, toen dacht ik van, ik had inderdaad tussen kerst en oud en nieuw helemaal geen zin om, totaal geen gevoel van, ik wil een sjaal breien. Ik had natuurlijk net deze klaar, dat is ook wel logisch. Toen dacht ik, oh nee, laat mij maar even lekker aan de sokken, dat heb ik ook gedaan. Sokken breien. Nou, dat doe ik dan een hele week. En ineens had ik, dat heb ik jullie verteld in het vorige filmpje, had ik in alle dekens die ik aan het breien ben een kerstvakje of streepje gedaan, zodat ik volgend jaar kan zien, oh ja, dat was het kerststreepje. En kijk eens hoeveel ik heb gebreid dit jaar. Dat heb ik in al mijn dekens gedaan. Uiteindelijk ook nog in die de DK Weight Coziest Memories Blanket. Heb ik ook nog een kerstvakje later in gebreid. Volgens mij heb ik dat allemaal nog in het oude jaar gedaan. Of misschien begin deze week. Maar goed, begin van deze week. Ja, ik vind januari... Ik probeer altijd gewoon normaal te doen en door te gaan... Maar ik had heel last van een beetje een dip. Ik zat een beetje in een dip. Komt ook wel door mijn rugpijn. Hoe nu verder? En toen dacht ik, oh, ik moet hier niet in blijven hangen. Ik moet niet verzanden in dit ratgevoel. Want ik had gewoon echt een ratgevoel. Ik wilde ook elke ochtend niet echt wakker worden of zo. Ik dacht, oh, laat me maar. En ik slaap heel slecht 's nachts door de pijn, door de uitstraling in mijn benen. En dan word je er niet vrolijker van. Dus toen heb ik... mijn handwerk, slash dagboekje erbij gepakt. Hè, die ik ga hem nu niet pakken, want hij ligt helemaal daar. Ik dacht, Ivan, geef jezelf nou elke dag een kleine opdracht. Zodat je dan daarmee weer afleiding zoeken. En dan deed ik eerst een vakje of een streepje breien. Ik heb vandaag had ik de opdracht. Nee, ik plan het niet van... Ik plan niet van gisteren al van vandaag ga ik aan die breien. Nee, ik word wakker... Dan denk ik, oh, heb ik zin in. En dan pak ik dat erbij en dan ga ik dat doen. Nou ja, zo'n daily dedication, wat Anna Nitter ook altijd zegt. En ik had het begin van de week vakjes gebreid en strepen gehaakt. En nu dacht ik, oh ja, nu ga ik even weer hiermee verder. Dus vandaag heb ik, wat zal het zijn, 3 kwartier ongeveer. Aan mijn lipmuskool gebreid. Deze... Hebben jullie ook al veel vaker gezien. Eigenlijk wordt hij steeds leuker. Hè? Hoe vaker ik hem ook zie en in de hand heb. En ik ben hier al volgens mij vorig jaar januari mee begonnen. Ik weet niet meer precies welke datum. Misschien ook wel in februari hoor. Dit is het punt. Vanaf dit punt moet ik dus dit hele stuk nog een keer breien. Dus ik ben denk ik nu op de helft. Ja. En ik vind hem erg leuk. Maar, kijk dan, die kleuren zijn nou, dit vind ik het mooiste, de kant. Die rood, donker, roze, super. Nee, dit is ook heel leuk, maar ja, nog steeds is de grijze een... nou, die vind ik er niet zo bijpassend, maar ja, maakt niet uit, het zit er wel in. Ik ga het niet teruggaan. Dus, ik heb dus nu vanmorgen, dacht ik... Ik heb het laatste bolletje, vorig jaar had ik die er nog niet in. Die zit er nu in. Nu heb ik alle bolletjes gebruikt. Op een paar na, want ik had volgens mij 24 bolletjes. En ik heb er maar 21 in, volgens mij. Maar goed, toen dacht ik van, welke kleuren ga ik dan nog een keer terug laten komen? Dus ik heb vanmorgen een keuze gemaakt.
denk je, ja, nou, kies dan gewoon de mooiste die je zelf het mooiste vindt. Ik kreeg ze niet allemaal in greep uit de tas. Maar toch, het is gelukt. Dus ja, toch de roze, de donkerrode. Deze vind ik heel, heel mooi. En deze drie zijn meer de roze tinten. Dus die gaan er nog een keer in, om en om. En dan denk ik wel... Ja, dan ben ik ook wel benieuwd. Dit is het enige nog van die paarse die ik nu heb. Die er steeds tussen komt. Hoeveel ik dan over heb. Of heb ik dan genoeg? Maar dat denk ik wel, hoor. En dan moet hij twee keer om mijn nek passen. En dan is hij klaar. Dan moet ik hem alleen nog aan elkaar kitchen of stitchen of zoiets. En ik weet nog niet hoe ik dat doe. Dus, maar wat het voordeel van deze is. Deze is super zacht. Want deze is 100% merino. Alleen die paarse is een sokgaren. Maar die tussenstukjes zijn heel lekker zacht. Dus ik denk wel dat dit echt een... als die klaar is, ook een, dat je die lekker ook om gaat doen. Ja, superleuk. Maar eigenlijk ook heel leuk dat het gewoon lekker... al heel lang duurt. Dit is een langzaam project. Weet je wat ik ook zo leuk vind nu? Dan Linda van Wolhobby had vorig jaar die temperatuur die ik heb bedacht. En ik heb daar niet aan meegedaan, want ik was toen net begonnen met een Northeasterly blanket. Maar nu zie je dus na een jaar al die dekens klaar bij haar op haar site, op Facebook. Dan denk je, ja, wat leuk eigenlijk. Dat je elke dag een stukje breidt. En dan heb je gewoon na 365 dagen heb je gewoon een deken. Hoe gaaf. Ja, en dat is dit ook eigenlijk wel een beetje. Het hele jaar aan gebreid, elke keer een klein stukje. Het hoeft niet gelijk klaar. Dus ik vind het steeds leuker, die langdurige projecten. Erg leuk. Dus dit was mijn daily dedication. Dagelijkse toewijding. Dat je even, ja, ik doe er dan bij wakker worden. Nou, dat weten jullie allemaal, met koffietje in bed. Nou, en toen had ik gisteren, dacht ik, ja, welke sjaals heb ik nog op de naalden staan? Dat zijn er twee. En mijn absolute favorite shawl, favoriete sjaal, is natuurlijk de Vertices Unite. Ik zal hem er al in pakken. Dit is mijn eerste Vertices Unite. Deze heb ik nog niet zo vaak omgehad, omdat die, ik vind die kleuren echt heel leuk. Maar het is wel een beetje... voorjaarsachtig, vrolijke kleuren. En dat was natuurlijk de laatste tijd helemaal niet vrolijk. Het was alleen maar regen. Doe even over die andere, hoor. Dus deze ga ik zeer binnenkort ga ik die echt omdoen. Er valt een Cindy op de grond. Kijk. Deze dame viel uit de kast. Die staan vlak naast mij hier. De Vertices Unite, dus ja, mijn absoluut favoriet sjaal. Waarom ik dat ook de absoluut favoriet vind, is vooral omdat hij hele lange punten heeft. Dat je dit dan zo heerlijk nog zo, tadaa, zo om kunt knopen. Ja, daar ben ik ook helemaal gelukkig van. Dus ja. Nou, en die andere heb ik al vaker laten zien, die ligt hier ook wel, van die alpaca. Dit is gewoon een, oh ja, dit is allemaal merino, 100% merino. Ook heerlijk zacht, oh goddelijk. En nou, ik denk dat ik voorlopig deze ga dragen. Want die andere heb ik al heel veel gedragen. En nu even naar de vrolijke kleuren. Hopelijk gaat het volgende week vriezen en de zon schijnen. Daar heb ik echt zin in. Dus de Vertices Unite is mijn absolute favorite blanket /blanket. Want dit is ook een hele grote. En ik had natuurlijk een tijdje geleden van mijn alpaca. Omdat die alpaca ook zo fijn valt, had ik een nieuwe opgezet. En ik dacht van misschien voor mijn zus, maar ik weet het nog niet. Bij deze weet ik het nog niet. Want ik vind hem zelf eigenlijk stiekem ook heel leuk. Dus, maar ja, we gaan laten we maar eens gaan breien. Wacht even hoor, de stutten. Tada. Dus waar het rode dingetje hing, daar was ik gebleven. Ik had het al opgezet. Ik laat weer de verkeerde kant zien. En toen dacht ik gisteren, nou, ik voelde me heel depri gisterochtend. Ik dacht, oh. Hoe kan ik dit gevoel wegkrijgen? En toen dacht ik, Yvonne, je gaat gewoon nu de hele dag hier aan breien. Of, tussendoor moet ik dan natuurlijk wat dingen doen. En kijk, vanaf dat rode ding heb ik gebreid. En toen had ik op een gegeven moment, later op de avond dacht ik, nou ben ik rond een uur of acht, ben ik er wel even klaar mee. Want dit is een, ja, dat weet, mensen die me hebben gebreid weten, dat is een heel lang stuk, dat eerste stuk. Dat is ook al 1/3 van de sjaal, volgens mij, als je die helemaal af hebt.
Ja, dan moet je wel even doorbreien. Deze kleuren. Er valt hier van alles. Deze had ik al heel lang in mijn stash. Ik weet even niet welke nummer dat is. Zit er niet in. Alpaca. Is die mix van alpaca. 100% alpaca van Drops. En deze is dezelfde. Alleen die vond ik in de kringloopwinkel helemaal nieuw. Twee balletjes waren ook al zo opgerold. Ik herken dat gelijk. Ik denk, oh, dat is hetzelfde. Er zat ook wel dat kaartje bij in. Dus dit zijn meer van die... Oh, ik dacht dat ik zijn dingen eruit trok. Ja, herfstige kleuren. Het zijn niet echt mijn kleuren, maar... Ik denk wel, als het klaar is, dat het heel mooi wordt. Ik heb het tasje niet bij de hand welke kleuren ik nog meer wil gaan gebruiken. Maar ze zijn allemaal... alpaca stash. Wacht even, ik ga het toch even pakken. Ja, daar ben ik weer. Ja, ik heb een hele tas vol hier. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik heb nog van dat groen heb ik nog veel. Ik denk wel dat die erbij inkomt. Vind ik wel mooi, denk ik. Deze heb ik nog veel. Dit vind ik ook die mooie kleur. Zit ook in mijn sjaal. Ik heb ook nog een hele bol van die bruine. Die ook in mijn sjaal zit. Dus misschien komt die er ook nog wel in. Ik heb nog deze fantastische groene. Ik denk dat die er ook wel in komt. Ik weet het nog niet. Nou, en ik vind weer in de kringloopwinkel. Weer bij Terre. Weer die alpaca. Twee van deze grote bollen. Alleen het lijkt wel of iemand dit geverfd heeft. Dat het geel was en er zit zalmkleur doorheen. Dus ik denk dat ik deze ga gebruiken voor het grote middelvak. Want daar heb je wel veel voor nodig. Geen idee hoe dit opbreidt. Maar het is een beetje gemêleerd. Geel met zalm. Grappig, hè? Vind ik dan weer van euro. Soms is het natuurlijk net of zo moet zijn dat het dan weer bij mij dan terecht komt. Ja, ik herken het natuurlijk. Ja, en dan heb ik ook nog deze. Dat is ook die alpaca. Maar dat is iets meer lichte groen. Oh, en deze heb ik ook nog. Beige. Dus die gaan we allemaal zoveel mogelijk gebruiken in die sjaal. En dan zien we vanzelf al wat het resultaat wordt. Die leven allemaal in deze Steven en Penelope tas. Dus dat is voor mijn... Dat wordt dan mijn derde Virtuses Unite. Die brei ik ook zoveel mogelijk aan in januari. En ik dacht, misschien is het wel leuk. Want gisteren was 3 januari en nu, ik ga de 30ste pas weg. Dat ik hem dan om heb als ik naar Londen ga. Nou, vind dat niet leuk? Maar ik had nog een sjaal op de pennen. En die vind ik ook heel leuk. Die ben ik ook weer gisteren mee verder gegaan. De Gaelish sjaal. De Gaelish sjaal van Amy Palko. En ik laat weer de verkeerde kant zien. En daar ben ik nu. Kijk dan, wat leuk. Dus je begint met 1 driehoek. En dan ga je 1, 2, 3, 4 kleuren ertussen breien. En dan eindig je de sjaal ook weer met 1 zo'n driehoek. Met die in deze kleur. En het is heel simpel. Alleen ik moet elke keer wel even weer... Denk ik, oh ja, dan ben je weer klaar. En dan moet je weer de andere kant gaan minderen. Ja, met die short rows zijn dat. Nou lijkt het een beetje op de Duitse vlag. Nou, grapje. Maar deze breek, oh ja, dit is ook echt super, ja, super fijn walletje. Heel anders dan ik gewend ben. De Borgo di Passi van Millie. Die kost €4,95 per bol. Heb ik bij de breifiets gekocht. Het voelt een beetje rustiek en stug, maar Ellen zegt als je het straks gaat blokken, dan wordt het heel lekker zacht. En dat is, bij die gele was dat gelijk al zo, die is al wat zachter, die groene trouwens ook wel. Deze was echt veel rustieker. En ja, dan heb ik nog een witte, of een naturel die erin komt. Die doe ik denk naar de groene. Ja, en dan die herfstkleur. Oh nee, wacht even, naar de groene komt die. Dan komt die witte. En dan komt aan het eind. Komt. Past haast niet meer in de tas. Komt die. Weer. En dan heb ik dus. Dit is dan een hele kleurpalet. Helemaal mijn kleuren niet. Maar ik vind het wel echt heel leuk. Zo. Dit is dan het kleurenpalet. Ja. 5 kleuren. Ja. En dat is ook een beetje een herfstsjaal. Dus ja. Eigenlijk hoeft die niet. Die hoeft niet per se in het voorjaar af. Maar het zou toch wel leuk zijn als ik die in, met de herfst dan af heb. En dan lekker geblokt. En dan heb ik van, met de herfst straks een hele mooie, superleuke sjaal. Wel, het is ook een heel leuk breiwerk, dames en heren.
doe ik op pen 4,5 uit mijn hoofd. Of 4. Ik weet niet meer, maar het staat er niet op. Nou, ik denk toch 4. Staat ook op de label. Ja, helemaal leuk. En hoe je dat doet met die short rows, dan denk je, ja, dan komt er wel zo, wordt dat nou wel zo'n punt? Hier moet je dan heel tijd weer die, ja, wrap and turn hit, is het niet? Volgens mij zijn het echt short rows. En dan krijg je straks weer die punt en dan brei je aan die kap, gaat er weer een andere kleur in. Tadaa, leuk hè? Dus daar was ik ook wel weer lekker mee bezig. Nu, dit kan ik weer op de bank leggen. Dit is echt wel een mindless knit. Dit kun je echt heen en weer, heen en weer. Die zit nu nog in mijn leuke tas van Door Mij Met Liefde. Ja, de kleur van de tas past precies bij de bollen. Maar eigenlijk past ze niet meer zo goed in. Of in ieder geval de bollen passen er allemaal niet in. Dus ik zat te denken om hem in die mooie tas van, die grote tas van Mieke te doen. Die hangt daar, dat ik dit straks even over doe. Maar nou sleep ik altijd met zo'n halve bollen uit de tas. Dus dat zijn mijn twee, dat zijn mijn twee sjaals die ik, waar ik weer actief mee aan ga breien. Ik heb wel heel veel zin, aan de ene kant heel veel zin om een vest of een trui te breien. Ik zat te denken aan The Traveler van Andrea Mowry. Ik heb dat patroon echt ooit gekocht. Ik heb het nagekeken op mijn PayPal. Maar ik heb het patroon via de mail gekregen en niet gelijk gedownload. En toen had ik iets met mijn mail, heb ik alles moeten weggooien. En nu heb ik het patroon dus niet meer. Ik heb het nooit gedownload in mijn Ravelry. Ik heb het via haar site gekocht, niet via Ravelry. Dus dat is een beetje jammer. Als je het via Ravelry koopt, dat is wel een voordeel. Komt het gelijk ook daar in je piep. Dus ik heb 5 euro, maar valt nog wel mee. 5 euro betaald voor niks, want ik heb hem niet. Ik had hem dus wel betaald. Ik heb hem niet. Ik heb hem een keer bekeken, dat weet ik nog wel. Ik dacht, oh ja. Oh, dat doe ik nog een keer. Maar ja, dat kan dus nu niet meer. Ik ga het niet nog een keer kopen, want het is wel een vrij kort truitje. Toen dacht ik, ik ga de... Want ik heb deze gekocht. De Drops Lima. En dat heb ik een beetje gedaan. Ik vind die bruine blouse maar heel leuk staan. Dacht ik, dan doe ik een bruine trui. Maar ik vind het eigenlijk, valt mij deze kleur een beetje tegen, zeg ik ook heel eerlijk. Toen dacht ik, ik stuur ze terug naar Wolplein. Maar ik was te laat. Ik was een week te laat. Shit, ik dacht dat je 30 dagen de tijd had om terug te sturen, maar dat was niet zo. Het was 2 weken. En dat was al over de week eroverheen. Dus ja, jammer dan. Eigen schuld, dikke bult. Dit is wel een leuke kleur, maar ik heb een proeflapje gebreid. Toen kreeg ik echt in gewone... hoe heet dat nou? Ik kan het nooit onthouden. Wat is dat toch? Knit stitch wil ik zeggen, maar dat... Nou, en gewoon de rechte steken vond ik hem heel saai, heel glad, heel, alsof het acryl is. Dus als ik hem ga breien, ga ik denk ik toch een ribbelsteek doen. Nu zag ik gisteren de vlog van Merel Maakt. Ik had ook natuurlijk door de vlogmas een heel weinig andere dingen gekeken, dus daar ben ik nu een beetje aan het inhalen. En zij had een gratis patroon, het was voor mij ook een ribbelvest. Zij had ook zoiets van, ik wil een vest aan, want op onze leeftijd heb je het inderdaad soms heel warm en aan... Als je een trui aan hebt, dan weet je niet waar je het zoeken moet. Een vest hangt dan toch open. Daar hebben we meer aan. Dus ik heb dat patroon ook gedownload. Maar goed, daar ga ik nog niet mee beginnen. Maar dat vond ik wel een hele goeie. Want ik zat ook te zoeken naar een gratis patroon. En ik kon het gewoon zelf nog niet vinden. Maar dankzij Merel Maakt heb ik dus nu wel een patroon die met een raglanmouw, wat volgens mij heel simpel is, heen en weer breien. Dat ik daar wel een goeie vind om... Ik weet niet hoeveel, ik heb hier 16 bollen van of zo. Nou ja, en anders breng ik hem wat kort uit vest. Maar daar zit ik wel over na. Dat zit al in mijn hoofd. Ik wil hem nog niet opzetten, omdat ik denk, nee, rustig blijven. Ik wil het nu nog niet doen. Even niet in januari. Dus ik ben toch, als je mij al langer volgt, toch meer een sjaal en een sokkenbreister. Af en toe komt er een vest of een trui doorheen. Ik heb niet de behoefte om... heel veel vesten en truien te breien. Op dit moment, hè. Voor hetzelfde is volgend jaar alles anders. Want ja, we zijn allemaal super... Tenminste, ik herken het heel erg van mezelf. Heel veranderlijk. Eén moment denk ik dit. En het andere moment denk ik dat. Eén moment denk ik, oh, ik ga alleen nog maar dekens breien. En dan denk ik, oh, ik ga alleen nog maar sokken breien. Maar uiteindelijk vind ik het gewoon allemaal leuk. Sjaals, sokken, dekens. En daarna komen dan de vesten en de truien. Wat mij betreft. Oh ja, en ik heb natuurlijk nog één ding. Ik heb dat leuke boek
een Mush and Friends met de kleine diertjes breien. Die wil ik ook weer. Daar wil ik er ook nog eentje van doen. Maar ik dacht wel, misschien is dat leuker om dat straks te doen als het wat warmer wordt. Dat je geen zin hebt aan die zware warme dekens en sjaals. Straks in mei, weet ik veel, wanneer het wat mooi weer wordt, en toch wat kleinere projectjes doe. En dat ik dan weer een leuk dier uit dat boek zoek. En dan ga ik die breien. Wol genoeg. Nou, ik denk dat het, volgens mij is het wel genoeg. Ik heb bijna 55 minuten al gekletst. Wel fijn om het net onder een uur te houden, want anders duurt uploaden ook zo lang. Uploaden. Oh ja, ik zal foto's invoegen, want dan kan ik nu van het vest wat ik wil breien en misschien andere dingen. Dat jullie een beetje weten waar ik het over heb. En ja, de podcast komt vanavond later online, want ik moet ze nog editen. En ik moet nu de Engelsen nog opnemen en het is denk ik 1:30 of zo. Ik heb nog één kleine mededeling. De hakenlang met die leuke mapjes, die doe ik nog even niet. Dat komt wel, maar niet in januari. Dus als jullie mee willen doen straks met de hakenlang, ja, ik heb geen mapje bij de hand nu natuurlijk. Met de Tinna Hekkel mapjes haken. Dan kun je vast voorbereiden als je wilt. Ik heb al koop vast ritsen. Niet te lang, niet te kort. Deze is eigenlijk iets te lang. 15, dit is 15 denk ik, schat ik. Nee, dit is 20. Ik denk 15 centimeter, mooi hè. 10 is een beetje kort. Dus als je ritsen wilt scoren in kringloopwinkels of tweedehands winkels, doe dat vooral. En ja, dit is weer net iets stukker. Nou, en dan ga ik later in het jaar, misschien wel in maart of zo, ik weet het nog niet, ga ik zo'n hakenlang doen. Maar het wordt me nu allemaal te veel. Ik heb gewoon te veel dingen. En ik wil dingen afmaken. Dus die komt, maar nu nog niet. Nou, ik wil jullie nog bedanken voor het kijken weer. Hoop nog natuurlijk dat je het altijd nog leuk vindt. Hoort zegt het voort, zeg ik nog steeds. Mijn kanaal groeit gestaag, maar ik ben echt heel trots en blij op. Maar er kunnen natuurlijk altijd meer abonnees bij. We gaan naar de 1000, denk ik nu maar. En ja, wat ik zeg, ik hoop dat je blijft plakken. Ik hoop dat je het leuk vindt. Vergeet vooral niet te liken en even een leuke reactie achter te laten. Doen jullie ook altijd heel erg lief. Heel leuk, lees allemaal. Soms antwoord ik, maar ja, als ik maar blijf antwoorden, dan krijg je ook weer zo'n heen en weer verhaal. Dus dat is ook niet altijd leuk. Maar ik lees het allemaal en ik probeer het ook altijd te liken. Dus, nou, dan wens ik jullie weer lekker veel breiplezier. Ik ga volgende week, denk ik, weer een vlogje doen. En deze week was het de Breipodcast. En ik zie jullie later. Doei!